Een sexy, verleidelijk parfum voor een sexy vrouw. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. TikTok made me buy this. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Nathalie voor de mensen die me nog niet kennen. Ben je hier nieuw op mijn kanaal en hou je van fashion, beauty, lifestyle en parfums? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. Ladies and gents, ik heb een review voor jullie. TikTok made me buy this. Echt, door TikTok heb ik deze parfum gekocht. De titel zegt het al. Het gaat om de Musk Noir Rose van Narciso Rodriguez. Deze parfum, next level. Ik zag deze dus op TikTok voorbij komen en het was echt een regelrechte hit. Iedereen was er heel erg enthousiast over. Continu uitverkocht. En in eerste instantie dacht ik bij mezelf van ja, ik wil gewoon de grootste fles hebben. Maar die was continu uitverkocht. Dus ben ik voor een kleinere formaat gegaan. De Musk Noir Rose van Narciso Rodriguez. For her. Dit is de verpakking. Een vrij simpele verpakking. Ik heb een 50 milliliter. Ik ga hem heel even met jullie openmaken. En moeten jullie eens kijken. Dit is de fles. Een vrij simpele fles. Strak vormgegeven. Maar de parfum ligt er niet om. Hij is echt heel erg lekker. En mijn dochter en ik zijn hier ook echt heel erg verliefd op. En jullie zullen wel denken van ja, dat heb je bij elke parfum. Ja, dat klopt omdat ik op mijn kanaal eigenlijk alleen maar parfums review die ik echt lekker vind. Die ook echt lekker zijn. En smaken verschillen natuurlijk. Maar ja, dit was echt een hit. En toen werd ik heel erg nieuwsgierig naar deze parfum. Ik ga hem heel even met jullie sprayen. Zo. Oh, ja, 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 ja. Dit is zo lekker, joh. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Ik vind het echt een... Eigenlijk een soort van... Ja, bijna een betovering eigenlijk, deze parfum. Het... Ja, dit is ook echt een parfum... Die ik in de zomeravond zou dragen. Ja. Wanneer je gewoon even lekkere bijvoorbeeld cocktails gaat drinken met vriendinnen... In een of andere chique club of een chique tent. En ja, dan vind ik dat wel echt een parfum. Een geschikte parfum om ja, in de avonduren naar een trendy chique club te gaan. Om daar wat cocktails te gaan drinken of lekker te gaan dineren. En dan heb je deze parfum op. Heerlijke parfum. In het begin een beetje kruidig. En wanneer die opdroogt, dan vind ik hem... Eigenlijk wel heel verleidelijk. Heel sexy ook. Een sexy, verleidelijk parfum. Voor een sexy vrouw. Een verleidelijke vrouw. Oh ja. Deze parfum vind ik ontzettend, ontzettend lekker. Ik ga even met jullie doornemen hoe deze wordt omschreven. De Musk Noir Rose van Narciso Rodriguez. For her. Het is een eau de parfum. Voor 50 ml betaal je €82,40. In het eau de parfum Musk Noir van Narciso Rodriguez wordt de For Her signature met een hart van muskus gehuld in mysterie en sensualiteit. Topnoten van sappige pruim en heliotroop, een bloem met een verslavende geur, maken het geheel lichter. Het zwarte en betoverende hart van muskus geeft dan weer textuur aan een donkere en sensuele suède toets. Dit ondergrondelijke parfum is een eerbetoon aan de dubbelzinnigheid die elke vrouw in zich draagt. Zoals ik al zei, sexy. En ja, inderdaad, het wordt dus ook omschreven sensueel. Het is ook echt een sexy, sensuele parfum.
echt heel sexy. De topnoten: pruim, hartnoten, heliotroop en hart van muskus. En de basisnoten: zwerdetoets. Hoe lang deze blijft aanhouden, is letterlijk de hele dag. Dit is echt, je voelt je ook wanneer je deze parfum draagt, dan voel je je ook heel sexy. Dit is ook echt, je kan hem natuurlijk ook wel overdag dragen. Ik vind het geen parfum voor op kantoor. Dat zou ik niet doen. Dit is echt een parfum voor de vrijdagavond, zaterdagavond, wanneer je met je vriendinnen lekker de hoort op gaat. Lekker Amsterdam in, of hè, ik bedoel, of je gaat bijvoorbeeld wanneer je citytrip hebt, lekker in de avond lekker cocktails drinken in Parijs of whatever. Het is echt een super lekkere parfum voor in de avonduren. Heel sexy, heel sensueel, zoals hij inderdaad ook wordt omschreven. Het is ook echt voor de sexy vrouw. Ik vind het niet een parfum voor de degelijke vrouw. Dit is echt voor een hele sexy vrouw. Die zich heel erg bewust is van haar lichaam. Ze weet dat ze mooi is. Ze weet dat ze sensueel is. En weet zich ook zodanig te kleden. Zodat de juiste vormen beter tot z'n recht komen. Dit is echt een hele sexy parfum. TikTok made me buy this. Ik was zo nieuwsgierig hiernaar. Ja, ik vind het echt een hele prachtige parfum. En het, zoals hij wordt omschreven, zo is het ook echt. Dit is echt een parfum die ik aanraad voor elke sexy vrouw. 100%. Dus dit was even in het kort mijn review van de Musk Noir Rose van Narciso Rodriguez For Her. Dus ja, dit was hem heel even in het kort. Ik ben benieuwd, zijn jullie ook bekend met de parfums van Narciso Rodriguez? Welke vinden jullie het lekkerst van Narciso Rodriguez? Laat het even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Mochten jullie dit een leuke video vinden, deze review, de TikTok Made Me Buy This, vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij een volgende video.